gelieve per drie samen te gaan zitten. Zoveel mogelijk met mensen die je niet herkent van in je groepje van in de workshop. Het zal niet helemaal lukken, maar zoveel mogelijk. Oké. Goedemiddag. Wij hopen dat jullie genoten hebben van een verrijkende workshop daarnet. Horen jullie mij allemaal goed? Horen jullie mij? Horen jullie mij? Ja, fantastisch. We hopen dat jullie een boeiende workshop hebben gehad daarnet. En dat je nu in een trio zit met minstens één iemand die in een andere workshop zat. En we willen jullie eventjes laten uitwisselen met elkaar wat je graag meeneemt. Of wat je meeneemt van die workshop dat je net bezocht hebt. Dus wissel even kort uit rond wat is één nieuw idee dat je meegenomen hebt of zelf bedacht hebt in de workshop waar dat je zat. En wat is misschien een oud idee dat je bevestigd hebt gezien in jouw workshop. Dus eventjes in jullie drietallen geven we jullie een tiental minuutjes om uit te wisselen met elkaar. En nog eens goed te luisteren en u te laten verrijken door de ideeën van de anderen. En misschien ook door je eigen ideeën. Tot straks.
U krijgt nog een half minuutje om uw gesprek af te ronden. We hadden een verrassing beloofd deze namiddag als we zeiden van kom zeker terug naar de parel om 4:30. De echte ware en oplossingsgerichte verrassing is natuurlijk hetgeen waar je zelf mee verrast. Het idee dat je meepakt, het oude idee dat je versterkt hebt geweten. Maar zo goedkoop komen wij er natuurlijk ook niet vanaf. We hebben nog verschillende zaken voor jullie die dat je mag meenemen. Eerst en vooral het boekje Oplossingsgerichte Grote Gelijkgesprekken. Dat was een van de workshops die Lily heeft begeleid. Ging over het grote gelijk. Ik weet niet of dat je op de hoogte bent van het initiatief van de Standaard en de KNAK om morgen en volgende week ook, maar dat is een internationaal, mensen die van mening verschillen uit te nodigen om een kwalitatief gesprek te voeren met elkaar. Ja. En Lily heeft een prachtige handleiding geschreven. We hebben het samen gedaan, zegt ze. Zo is ze wel. Een prachtige handleiding geschreven rond hoe dat je op een hele goede, kwalitatieve, verbindende manier met elkaar van mening kunt gaan verschillen. Zodanig dat je nieuwe dingen ontdekt. En dat je gesprek verrijkt wordt. Zeker, Lily. En ja, onze vraag is ook een beetje, want we hebben echt geprobeerd bij KNAK en de Standaard op dat zij, want we zien hen nogal gaan over hoe kunt je het gesprek, je punt maken en dus nogal die kant kiezen. Wij zetten daar natuurlijk een andere kant tegenover. Dus we hebben gezocht met hen om daar een beetje ook onze verhaal te maken. En op dit ogenblik is dat nog niet gelukt. In de zin. Dus maar als jullie allemaal mee het ook kunnen versterken, hashtag het grote gelijk. Dus jullie krijgen de elektronische versie van het boekje. Ik denk dat VVDO het ook op de site het staat er al op. Dus die link kan je verspreiden via Facebook, LinkedIn en zo. En ik ben de mensen in de workshop zo dankbaar. Zo mooie ideeën om dat soort gesprekken in te zetten in de samenleving. Wauw, ik was echt heel leuk. Dus ook dat verslagje komt eraan. Dan krijg je misschien ook ideeën om het in echtscheiding, bemiddeling, in politie, die met buurtbewoners, schooldirectie, met ja, hele mooie ideeën. Denk ik, in de rechtbank, iemand zei, u zei het, hè, in de rechtbank gebruiken. Ja, heel, heel knap. Dank u wel allemaal. Dank u wel, Lily. Een ander cadeautje dat we jullie willen meegeven, komt er dankzij Dr. Paul Koek, die hier aanwezig is ook. En hij heeft voor jullie het boekje, en het, ja, ik ga het straks uitleggen, als je naar buiten gaat, hier vind je stoelen met dit boekje op en het boek van Paul. Gezond van geest in 1 kwartier per dag. Je kent zijn werk waarschijnlijk wel van Mijn Kwartier, een online oplossingsgerichte ondersteuning voor mensen met heel veel verschillende moeilijkheden. Prachtig werk. Dus hartelijk dank, Paul. Applausje.
Ik had er niet aan gedacht, maar het staat ook online downloadbaar. Dus omdat als patiënten of zo er ooit naar vragen, het is gratis te vinden op de Mijn Kwartier website. En er is ook een gratis videocursus van 4 oplossingsgerichte lessen die je op die website kunt vinden nadat ze de online zelftest hebben gedaan. Fantastisch, dankjewel. In het boekje vind je ook nog een verrassing. En die heeft Sébastien Vernieuwen van het Korzybski Instituut voor ons klaargemaakt. Sébastien, wil je daar iets over zeggen, alsjeblieft? Dank u, Anton. Ja, een verrassing. De meeste mensen weten het al. Een tijdje geleden op SF World Day kwamen we met een heel klein groepje samen, de International Task Force. En daar zijn inderdaad onze vrienden uit Zweden. Zouden we geen oplossingsgerichte werelddag doen? En dan zeiden wij, oplossingsgericht zijnde, ja, dat gaat wel lukken. En zo chaotisch en enthousiast zoals dat we zijn, zijn we dat dan aan begonnen, totdat we ontdekten een tijdje geleden van, oei, dan nog erbij, allemaal enthousiaste mensen die gemakkelijk ja zeggen, nog even erbij. Dan hadden we gedacht van, ja, een hele vergadering met veel mensen samen. We wisten dan nog niet dat Ilfaro was om te springen en enthousiast was om dit allemaal te organiseren. We gaan nog heel klein houden. Een ambitieus projectje, we gingen bierkaartjes met de 3 vragen. Brugge, België, Belgium beer. We moeten toch een beetje naar onze sterkte spelen. Dat is er van de jaar niet gelukt, maar het voordeel is, ja, SF World, dat is niet ene keer, dat komt elk jaar terug. Onze ambities zijn al groter, we gaan er misschien nog van de eerste keer ons eigen bier aan verbinden. 3Q beer, of misschien een blonde, een bruine, en een gewone pils voor elke vraag heen. Dus dat zijn allemaal, ja, zien jullie hoe dat gaat? Je vertrekt en je begint. Ik zie een hele yes-setting beginnen. Iedereen kent dat wel, enthousiast zijn. Dan dacht ik van, ja, weet je wat, heb je die Ice Bucket Challenge, dat gaat viraal, laten we dat met de 3 vragen doen. En toen werd het stil. En wie had er dat toen? Ja. En uiteindelijk was dat heel ambitieus, maar ik dacht van, goed, we gaan dat even iets proberen. Om jullie duidelijk te maken, ik weet niks van Facebook-campagnes en van sociale media-campagnes. Integendeel, de mensen die mij kennen van Korzybski weten dat ik de opleiding heb omgaan met gamen en internet en sociale media problemen, hoe dat je er minder van kunt doen. Ik denk dat ik even bij mezelf te raden ga moeten gaan na deze voorbije weken, want ik heb talloze uren op het www gespendeerd. Maar de bedoeling was om op een simpele manier die 3 vragen, die jullie zullen misschien verwonderd zijn, maar overal wat je komt op conferences, op internationale conferenties, zo goed zijn de 3 vragen en is het Brugs model niet meer gekend. We hebben vanuit het Korzybski feitelijk niet zoveel in het Engels gepubliceerd en laat dat nu eenmaal de voertaal zijn. Voor het moment toch in de wereld, het Chinees kan er misschien naast, maar ja goed, daar zijn we ook niet zo vloeiend in. En dus was het toch een bedoeling van hoe kunnen we al dat mooie dat er door het Brugs model op de wereld is gekomen op een simpele manier toch terug onder de aandacht brengen. En goed, ja, we gaan beginnen met een kleine Facebook-oproep. Een challenge is misschien wel veel gevraagd, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen zijn als we op conferences zijn in het buitenland, zoveel mogelijk mensen over de hele wereld die even van de 3 vragen gehoord hebben en van het Brugs model van het oplossingsgericht werken. En dan ben ik in de voorbije weken, ja, onder inspiratie van vele vrienden en van mensen van de Solution Focused World Day groep, beginnen dingen posten, een beetje experimenteren met die klassieke niet weten houding. Ik wist van niks, ik heb maar dingen geprobeerd. En ik moet zeggen, ik ben eerlijk verrast, want feitelijk is het vandaag nog maar de 3 mei. Dit is de dag. En in de voorbije weken zijn we gekomen dat we qua betrokkenheid op de pagina, wat wil dat zeggen? Dat zijn mensen die de 3 vragen
of gedeeld hebben, of bekeken hebben, of geliked hebben. Dus dat zijn allemaal oplossingsgerichte mensen die niet meer kunnen zeggen dat ze van de drie vragen nog nooit gehoord hebben. Zitten we over de 26.000. En hoogstwaarschijnlijk ook dankzij velen van jullie. En voor wie dat er nog niet langs geweest is, 3 Questions on 3 May zal ook blijven bestaan. En volgend jaar zullen we wel zien of dat die pintjes of die bierkaarten daarop terechtkomen. In ieder geval ook bedankt aan Anton om mij even de kans te geven. Ik had gezegd 2 minuten, maar ik ben er weer grof over gegaan. Dankjewel, Sebastien. Applaus. En dan te weten dat het maar 3 vragen zijn. Hè? Trouwens, heel leuk. Hier ondertussen zie je een feestje dat gaande is in Singapore. Naar aanleiding van SF World Day. Dus dan hebben ze nu ook even gezien. Dus die 3 vragen voor geluk. Wij zeggen altijd de 3 vragen van de luk. Want Luc Isebaard heeft ze ontwikkeld. Die vind je in het boek ook van Paul Cook als extra cadeautje. Nog eentje wat we vandaag in de wereld zetten, is het SVO-boek. SVO is de organisatie die zich bezighoudt met een beetje het promoten van oplossingsgericht werken in organisaties. Solution Focus in Organizations. Ja. Heel interessante organisatie, zeker eens checken online. Die hebben om ter gelegenheid van 3 mei hier, Solution Focus World Day, een boek gemaakt. Sustainable Solutions for Leaders, met allemaal getuigenisverslagen van oplossingsgerichte activiteiten binnen organisaties. We hadden het heel graag gratis aangeboden, maar dat mag niet. Blijkbaar van Amazon en Apple, waar dat je het kan downloaden. Maar het kost, we hebben het minimum ervoor gevraagd en het is de prijs van een kopje koffie. Dus we willen jullie heel graag aanmoedigen om dat boek te kopen via Amazon. Het is een online versie dat je koopt, of via iTunes, geloof ik. En de korte URL vind je daar, dus SVO Boek, voor de prijs van een kopje koffie. Goed, Geert. Het is u al opgevallen dat we hier in een vrij plechtige zaal zitten ook. Als ik dat zo zie, dan denk ik, miracles do happen. we wilden graag deze feestelijke dag afsluiten, niet met een hymne, maar toch met een lied. En we gaan samen met z'n allen het grootste Solution Focus wereldkoor even realiseren. En we hebben daar heel graag jullie enthousiaste, helder klinkende, sprankelende stemmen voor nodig. En uw handen ook, dat ga je straks zien. Ja. Het is een bekende song. En het is... Ben je ook rechts, Geert? Het is een bekende song, dat is de oorspronkelijke titel, The Wild Rover. Ja. Ken je? No, nay and never. Ja, sommige mensen hebben het al door. Okay. Dat kan nog beter. And it's no, nay and never. No, nay, never, no again. More will I be an advisor. No, never, no more. Ja. Fantastisch, zeg. We kunnen direct naar de advanced version gaan. Ja. Met kan, deze de, kan de streaming dit aan? Ja, oké. Okay. Ja, streaming, ja. Copyrights, dat is allemaal in orde. Voor de kenners, het is een D. We willen jullie vragen, direct in de advanced version, hè, want het is een zeer goede klinkende groep hier. We hebben ook een fantastische akoestiek. Dus... Het refreintje hebben we zo net gezongen. Er komt ook een strofe en je zal zien, het is een oplossingsgerichte versie van deze tekst, geschreven door de Britse collega van ons, John Wheeler, hoofd van een of ander taskforce van de EBTA, zoals dat ze dat daar wel hebben. Oké, zijn jullie klaar? Zijn jullie mee?
I've been an advisor for many a year. I talked about problems, confusion and fear. But now I know something that I knew not before. And I'll be an advisor, no, never, no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I be an advisor? No, never, no more. Fantastisch. Volgende slide. I went to a training by a man who's called Chris. I noticed exceptions I never should miss. I learned to ask clients what the future could be, and to look for the answers from them, not from me. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I be an advisor? No, never, no more. I found scaling questions brought amazing replies, and a miracle question filled me with surprise. I read Steve DeShazer, who used to ask how, and in Zuckerberg, who would often say, wow. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I be an advisor? No, never, no more. So now with Mike Toolkit, I'll be on my way. Curious to know what my clients will say. With faith that my clients have solutions in store, I'll never will be an advisor no more. And it's no way never. Now say never no more. Will I be an advisor? No, never no more. Even stilletjes. Well, Insu en Steve. Allemaal samen, hè? Maar allemaal stilletjes. Ja, zo. Well, Insu en Steve have now gone on their way. But they both left us something that surely will stay. So now it's up to us to keep it alive. To help it develop and flourish and thrive. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I be an advisor? No, never, no more. And it's no, nay, never. No, it's never, no more. Will I be an advisor? No, never, no Wat een koor, wauw. Ik wil samen met Geert nog deze dag afsluiten door... Afsluiten. Er komt nog een receptie. Sebastien heeft ons al warm gemaakt voor een drankje. Met onze hartelijke dank uit te spreken, eerst en vooral voor Lucky's baard. Die natuurlijk een van de grondleggers was van het oplossingsgericht werken met het team in Korsipski, met Mirjam en al de mensen die daartoe bij betrokken waren. Zoals je misschien weet, zijn Luc en Mirjam en anderen begonnen met oplossingsgericht werken nog voordat ze Steve en Insu hadden leren kennen. En zijn ze pas later, heb jij de data, Geert? Mirjam? In 90? Officieel 86.
86. De stichtingsakte van het Korzybski Instituut is teruggevonden in 86. Ja. Waar is Mirjam? Ja. Daar is Mirjam. Ja. Hey? Pardon, Mirjam is ze teruggevonden. Fantastisch. En dus pas later hebben ze elkaar ontmoet en zijn ze elkaar beginnen kruisbestuiven. En we weten dat Steve de Chaser en Insu enorm veel bewondering hadden voor jullie werk, voor de context waarin dat jullie werkten. En omgekeerd jullie voor hun werk. Dus alleszins. Fantastisch dat jullie werk zoveel mensen heeft beïnvloed. Niet alleen onze cliënten en de families van die cliënten, maar ook onszelf. Ik denk dat iedereen wel ervaart dat oplossingsgericht werken een gigantisch verschil maakt, ook in je leven. Ja. Voordat je het weet, staat het te zingen op een conferentie. Heel hartelijk dank ook aan de mensen van het VVDO. Graag een applausje. Voor die mensen waar we hopen dat we alle namen hebben. Die het initiatief hebben genomen tot deze dag, die dat allemaal fantastisch hebben begeleid. Dus heel hartelijk dank daarvoor. Ik mag mijn collega's van Ilfaro bedanken ook. Medewerkers van de Clemenspoort willen we heel hard bedanken. Mensen die aan het filmen zijn geweest. Daarboven zit ook Matthias, die verantwoordelijk is voor de livestreaming. Ik weet niet of dat je hem ziet. En als je dit thuis nog eens wil herbeleven, dan kan je naar de livestreaming gaan van het YouTube-kanaal van de Korzybski Institute, op zijn Engels. Op dat YouTube-kanaal kan je dit allemaal terugzien en misschien ook elementen van de workshops die je niet meegemaakt hebt. Dus dat is mogelijk. Dus dank je de mensen van de Clemenspoort. Elisabeth Bayard, Lili de Vorst, Chris Aartsen, waar is Chris? Daar is Chris. En de mensen die aan jullie tafels aanwezig waren, hartelijk dank ook voor deze workshops, deze namiddag. Sébastien, voor de kaartjes en de ondersteuning en het enthousiasme en de drive achter deze dag ook. Hè. En Hannes, daar is Hannes, onze fotograaf, die... Die ook toont dat je oplossingsgericht aan fotografie kan doen, dat is fantastisch. En met een buddy hier, die langen hier naast mij. Geert, wil ik ook bedanken voor dit samen te doen. Ik begin de mensen een traditie te worden. En wie dat we niet mogen vergeten, Anton en Geert natuurlijk. Wat hebben zij weer gedaan? Ja. Dat was hem, jongens. De volgende vraag is, wat heb je vandaag gedronken waar je heel blij mee bent? Wat heeft iemand anders jou aangeboden waar je heel blij mee bent? En welke smaak heb je extra gekoesterd? Dus mag ik jullie uitnodigen naar de receptie hier in de Inkom. Maar voordat je naar de receptie gaat, nog even wachten. Want er zijn nog kleine symbolische bedankingsjes van het VVDO uit... En ik denk dat Agnes daarvoor zorgt. Ja. Misschien krijg je ze in het buiten gaan, ik weet het niet. Agnes, waar zijn je? Agnes, ging jij cadeautjes uitdelen? Ja, oké. Oké. Ze zijn op komst.
Kathleen? Kathleen, kom je ook even naar voren? Voor Kathleen. Ik heb er wel voor Lili. Ah ja, maar voor Kathleen, hier doe ik maar eentje. En dan breng ik het voor Lili. Voor Lili heb ik er een. Ja, ja. Kathleen? Ja. En voor de medewerkers van Il Faro? Ja. Ja. Anton zegt, vergeet jullie boekjes niet mee te pakken aan de uitgang.